Evert Wal voerde op vrijdag 11 februari het voedingsproject uit met dak- en thuislozen in de binnenstad. En dit kon Evert Wal doen in naam van het bedrijf NV De Vinas Enterprises, welke gevestigd is aan de Gemeenlangsweg 82 in Paramaribo. Voorzitter Vismalen was ook in de binnenstad bij het verstrekken van de voeding en de drank. En hij dankt De Vinas Enterprises hartelijk voor hun bijdrage. U ziet de volgende samenstelling hiervan. Să-i trăgă.